De Bijbel vertelt ons dat God genadig is. God vraagt geen offers van ons om onze fouten goed te maken. Met Pasen vieren we juist dat Jezus onze zonde en Gods oordeel over onze zonde op zich heeft genomen. God staat nu met uitgestrekte armen op ons te wachten. In mijn boek, Hoe God naar je kijkt, schrijf ik dat zoveel mensen om ons heen God uit het oog hebben verloren. Maar dat prediking over Gods toren en oordeel er niet toe heeft geleid dat hun harten zich naar God omkeren. Daarom beginnen we deze week met Romeinen 2 vers 4. Waar staat, weet u niet dat Gods goedheid u tot inkeer wil brengen? De Bijbel in gewone taal zegt het zo. God is goed en geduldig. Hij wacht lang met straffen. Jij denkt, zo'n God hoef ik niet serieus te nemen. Maar dan begrijp je het niet. God is juist goed voor je. Hij geeft je de kans om een nieuw leven te beginnen. Laten we de mensen om ons heen vooral vertellen dat God hen goedgezind is. Hij is de bron van eeuwige liefde. De geest van genade zal hen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar genade is meer dan vergeving van zonde. Genade rekent niet alleen af met je verleden. Genade geeft je ook een nieuwe toekomst. Een leven van vreugde, vrede en vrijheid. Genade is dan ook een vreugdevol woord. Het Griekse woord voor genade is charis. En dat ligt heel dicht bij het woord chara. En dat betekent dat je plezier hebt. Genade mondt altijd uit in een feest. Genade blijkt ook alles met humor te maken hebben. Het Hebreeuwse woord voor genade is gen. En dat ligt aan de wortel van het Nederlandse woordje gein. En gein is geen flauwekul. Nee, het is een beleving van intense vreugde over een nieuwe toekomst die zich voor je opent. Wel, in Christus komen Gods genade en gein naar je toe. Want het evangelie betekent immers een blijde boodschap. Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen we weer lachen. Tegen het eind van de middeleeuwen ontstond in de kerk de gewoonte om op paasmorgen de preek te openen met enkele grappen. Ja, de priester ging dan tussen de gelovigen staan en vertelde in hun eigen taal enkele paasmoppen. De gelovigen wisten dan meteen dat het een blijde dag was. Er mocht hardop gelachen worden in de kerk en niemand hoefde zich daarvoor te schamen. In Duitsland vind je nog steeds de oude gewoonte om op zondag na Pasen vrolijke verhalen te vertellen over hoe Jezus de duivel te slim af is geweest. Lachen en Pasen horen bij elkaar. Duisternis, dood en kwaad hebben niet het laatste woord. Waar de weg scheen dood te lopen, is opeens een nieuw begin mogelijk. Dat is genade. Dat is gein. Ik wens je fijne paasdagen toe.